Yo beste mensen, bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video van Northern Rij het Wijst. In deze video gaan we een hele belangrijke bijzondere verrichting met jullie behandelen. En dat is file parkeren. Kan je sowieso verwachten op je praktijkexamen, dus vergeet de video niet te liken, te delen met je vrienden. En ben je nog steeds niet geabonneerd, vergeet dan niet te abonneren. Voordat we gaan beginnen met de bijzondere verrichting, ga ik het eerst toelichten met ons plaatjesboek. Deze plaatjesboek kan je ook bestellen op onze website. De link kan je makkelijk vinden in onze beschrijvingen. Nou, voordat we gaan beginnen met de bijzondere verrichting, moet je altijd eerst de situatie beoordelen. Dus je kijkt de straat in. In deze situatie hebben we te maken met een parkeerverbod aan de rechterzijde. Dus aan de rechterzijde mag jij ook niet gaan file parkeren. Dus hou er rekening mee. Altijd als allereerste situatie beoordelen. Nou, heb jij een straat gevonden waar jij mag file parkeren, stop dan 50 centimeter naast het voertuig waar jij wilt gaan file parkeren. Nou, onze eerste stuurmoment, of daar komen we zo meteen wel bij, we beginnen natuurlijk als allereerst met het kijkgedrag. Kijk in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, schouder. En precies hetzelfde doen we ook aan de linkerkant. Zet hem op de R en rijd alleen met de slippende koppeling naar achter toe. Dus ga geen gas geven, anders gaan we veel te snel. Dus geen gas geven, dames en heren. Nou, blijf goed om je heen kijken. Zometeen gaat de neus van je auto uitsteken. Super belangrijk, hè? We zijn bezig met een bijzondere verrichting. We moeten iedereen voor laten gaan, hè? Nou, nogmaals, daar kom ik eventjes nu weer even op terug. Onze eerste stuurmoment is wanneer onze bankjes gelijk staan met de achterkant van de andere auto. Dat is onze eerste stuurmoment. Dan sturen we alles naar rechts toe. Nou, dan blijf je naar achter rijden. De neus van je auto gaat uitsteken. Hou daar rekening mee. Misschien komt er een fietser langs. Kijk dus ook eventjes over je schouder heen. Maar blijf je naar achter rijden met de slippende koppeling natuurlijk. Hè. Zijn we aangekomen bij de tweede terugstuurmoment. Dat is wanneer je rechter buitenspiegel gelijk staat met de achterkant van de andere auto. Dan sturen we alles naar links toe. Blijf nogmaals met de slippende koppeling naar achter rijden. Het kan zijn dat er een auto komt aanrijden. Maak even oogcontact. Meestal kunnen ze niet langsrijden als het een smalle straat is. Hè. Maar is het breed genoeg, laat hem dan toch langsrijden. Maar is het smal genoeg, hoef je niet te stoppen. Heeft toch geen nut. Dus dat staat ook daarbij, ja, niet onnodig stoppen. Nou, dan zijn we eigenlijk al klaar met de bijzondere verrichting. Hou je stuur helemaal links, je hoeft hem niet op de rechtsstand te zetten. Waarom? Tijdens het praktijkexamen kan je dan ook direct wegrijden. Yes? Nou, bij het wegrijden ook super belangrijk, hè? Kijkgedrag. Binnenspiegel, linker buitenspiegel, schouder. En dan geef je je richting aan naar links. Yes? Staat hier ook bij, geef je richting aan. Dan stuur je weer naar rechts toe. En dan ben je eigenlijk klaar, maar dan moet je nog de nakontrole doen. En de nakontrole is gewoon heel simpel. Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, linkerbuitenspiegel. En dan ben je klaar met de bijzondere verrichting. Nou, voordat we gaan beginnen met de bijzondere verrichting, beginnen we natuurlijk altijd als eerst met het kijkgedrag. Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, dode hoek. Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek. Er komt niemand aan. Ik zet hem op de R. Ik rij naar achteren toe. Nogmaals, jij moet dat natuurlijk met de slippende koppeling doen. Hè. Bankjes zet ik gelijk met de achterkant van de andere auto. Dan stuur ik alles naar rechts toe. Ja, de fietser heeft genoeg ruimte daar. Maar ik hou nog altijd rekening met hem. Ik kijk even over mijn linkerschouder. De neus van mijn auto gaat uitsteken. Ik kijk even nog een keer over mijn schouder heen. Ik zet mijn rechterbuitenspiegel gelijk met de achterkant van de andere auto. Dat is dus het tweede stuurmoment. Hè. En dan stuur ik nu alles naar links toe. Blijf goed om me heen kijken natuurlijk. Hè. Nogmaals met de slippende koppeling. Doe dat gewoon lekker rustig. Hè. Blijf goed om je heen kijken. En nogmaals, als we klaar zijn met de bijzondere verrichting, hou je stuur gewoon zo. Ik laat het eventjes zien. Zo. De sensoren gaan aan voor een voertuig achter me. Er komt een auto aan, dus daarom is het kijkgedrag super belangrijk. Maar nogmaals, hou je stuur zo. Ik kijk in mijn binnenspiegel linker, buitenspiegel schouder. Daar komt niemand aan. Ik kan dus meteen wegrijden. Ik stuur alles weer naar rechts toe. Ik blijf op mijn eigen baan. Ik doe nog even de nakontrole en dan ben ik klaar. Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, linkerbuitenspiegel. We gaan het nog een keer filmen, maar nu van de buitenzijde. Nou, ik rij. Ik stop ongeveer 50 centimeter naast het voertuig waar ik wil gaan file parkeren. Dan rijd ik naar achteren toe. Nou, ik kijk goed om me heen. Als allereerst binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, dode hoek. Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek. Dan rijd ik naar achteren toe met de slippende koppeling. Ik zet mijn bankjes gelijk met de achterkant van de andere voertuig. Ik kijk nog een keer om me heen. Ik zie dat er een auto aankomt. We wachten nog heel even. Nou, die gaat ook parkeren. Nu stuur ik alles naar rechts toe. Dat is onze eerste stuurmoment. Blijf goed om me heen kijken. Ik zie de fietser nog aankomen lopen. Onze tweede stuurmoment is wanneer onze rechter buitenspiegel gelijk staat met de achterkant van de voertuig. Kijk even over mijn schouder heen. En nu stuur ik alles naar links toe.
Blijf goed om je heen kijken, dames en heren. Super belangrijk. Rij met een slippende koppeling naar achteren toe. En hou je stuur gewoon aan de linkerzijde. Nogmaals, dan kan je zo meteen wegrijden. Nou, er komt een bus aan, dat heb ik al van ver gezien. Stoppen. De bus is voorbij gereden. Kijkgedrag weer. Binnenspiegel, linker buitenspiegel, schouder. Richting aangeven, kan je meteen wegrijden. Vergeet de nacontrole niet. Stuur naar rechts toe. Binnenspiegel, rechter buitenspiegel, linker buitenspiegel. En dan ben je klaar met de bijzondere verrichting. Nou, heb je iets aan deze video gehad? Vergeet nogmaals de video niet te liken, te delen met je vrienden. Ben je nog steeds niet geabonneerd? Druk dan op het abonneerknopje, dames en heren. Nogmaals, super bedankt voor jullie aanwezigheid. Laat even meteen in de comments ook weten welke bijzondere verrichting we in de volgende video moeten gaan behandelen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.